samen met de gemeente Dordrecht gaan we kijken hoe we het water zo goed mogelijk door de stad kunnen geleiden. En dat project heeft ook inderdaad de mooie naam gekregen van de Waterkraan. En daar gaan we de komende jaren mee verder. In de Dordtse Wievels hebben we zeg maar de hoofdkraan, die zit aan de Oosthaven. En daar halen we water zeg maar, vanuit de nieuwe railway de Bolder in. En het water dat komt in de bezinkpas en dat gaan we vervolgens verspreiden aan de grote vijverpartij. Waar het water tot rust komt, zodat alle zwevende stof zeg maar, naar de bodem kan zinken. En aan de zwevende stof zit er vaak de verontreiniging. Die willen we het gebied dus niet in hebben. En het water uit die bezinkplas, waar gaat dat heen? Nou, dat water uit de bezinkplas, dat komt uiteindelijk zeg maar, via een nieuw gegraven watergang, een nieuwe hoofdwatergang. En dat zien we hier liggen. Die komt eigenlijk vanaf de Oosthaven helemaal hier langs de zeedijk. En stroomt dan zeg maar, vervolgens richting Sterrenburg. En hier ligt het eigenlijk voor de poort van de stad. En die duiker die nu aangelegd wordt, er ligt er toch alleen? Ja, dat is die duiker, die kon je net niet zien, want er ligt een heel klein huizenholletje ligt er, in de dijk. En dat is eigenlijk te klein, want we hebben zeg maar, wel voldoende water nodig voor de stad. En, dus er moet een hele nieuwe, grotere duiker komen. Het water dat komt inderdaad hier zeg maar, over de Schemerdijk of door de zeedijk heen. En dat zal dan vervolgens uiteindelijk een aantal kanten op kunnen gaan. Het zal zeg maar, richting Sterrenburg kunnen gaan. Het zal ook zeg maar, richting Stadspolders, richting het gemaal Stadspolders, uiteindelijk zeg maar, daar weer worden uitgemalen op het Wandduin. Dus eigenlijk loopt het eigenlijk voor een heel groot gedeelte de stad door. Tussen Merwede en Wandduin? Ja, dat is eigenlijk de verbinding. Ja. En wat is het voordeel? Nou, het voordeel is groot, want je hebt natuurlijk wel gehoord van de klimaatwijziging. En dan hebben we het niet alleen maar over dat het heel vaak wat meer regent. Water op straat, maar we hebben ook periodes van droogte. En daar komt steeds vaker voor. En daar moeten we ons op voorbereiden, want dat heeft namelijk impact op de kwaliteit van het water. We hebben de laatste jaren heel veel gedaan voor het waterkwaliteit. En er is nergens in Dordrecht water wat schoner is dan hier.